een pakketje van Anoush gekregen. Echt zo leuk. Ik vind mijn webshop ook zo goed worden. Oh, sukkel. Het gaat echt best wel heel erg goed met me. Als ik zeg dat ik niet gelukkig ben in deze relatie. Juist omdat ik zoveel deel, snap ik wel dat mensen denken, ik snap het niet. Ik vind het wel leuk dat ik steeds wat mijn team beter leer kennen. Maar dat is als je 1500 calorieën mag. Linda is ook zo verliefd op deze broek. Nu zie je het dus niet, maar mijn haar is helemaal verknipt. Krijg je 25% korting. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga nu even niet te veel vertellen. Ik vertel jullie thuis wel even allemaal hoe het was om op te staan. Ik heb allemaal voice memos gestuurd en zo naar mijn moeder en naar Lot. En ik ga zo nog even naar Lynn sturen. Maar ik ben vet vroeg op mijn werk. Maar het was zo awkward om hier te vloggen, dus ik spreek jullie straks. Wolly eet de eerste mandarijn. Lekker? Oh. Is de liefste vogel ooit, dus ik het eet, eet hij het ook. Wolly, lekker? Lekker? Mm. Lekker, een dikke bol. Lekker, mandarijn. Oh. Jongens, ik wou het vertellen hoe ik me voel. Oh, mijn trui is verkeerd om. Je ziet het al. Oh, vandaag was ik echt niet moe, maar nu ben ik te moe. Het is 7:45. Ik ben net een soort van thuis. Ik was naar de Action naar Albert Heijn. Ik ben te moe om te vertellen. Ik vertel het jullie later wel. Lekker, schat. Lekker je eerste fruit. Oh, Bonnie is echt 11 uur lang alleen geweest. Hij moest helemaal oriënteren weer. Echt zielig. Ja, ga maar lekker mandarijn eten, liefie. Je bent zo lief dat je in de kooi gaat zitten. Ik zet hem in de kooi, want hij was te dun. Hij had honger. Zo lief. Bolly zit in de kooi, want ik wil het raam open als ik kook. En ik kook lekker wok. Met udelnoedels die aan het beken zijn. Lekker. Goed bezig, lekker gezond. En deze pannen van mijn kerstpakket zijn vet chill. Hoi jongens, ik ben heel moe. Ik moet eens vertellen hoe het was, maar... Hey schat. Ik kom echt binnen. Hey, Bonnie baby! Ik ben zo blij om Bonnie te zien. Het is 5:05, dus ik ben best wel vroeg. En zo blij, want kijk, het is nog niet heel donker buiten. Dus deze zit nog niet helemaal in slaapstand, hè, liefje? Oh, je schat, dat het zomer is, maar het is veel leuker. Ik mis deze. Ja. Droge lippen. Bol. Ik ben zo snel van deze gaan houden, niet normaal. Kijk hem dan. Helemaal massage. Oh, schat. Met de liefste. Ik ga hier even GTS kijken. Vet spannend. En even vast wat labels schrijven voor de pakketjes. Want het zijn dus nu iets van 35 orders. Ik kom er niet aan toe. Misschien is het jullie wel opgevallen dat ik echt bijna geen pakketjes meer krijg. Wat wel jammer is. Maar ik heb nu een heel leuk pakket. Van echt mijn favoriet skincare merk. Van Anoush. Pakketje van Anoush gekregen. Heeft ze mij opgestuurd. Nee. Maar wel heel cute. Ik had er al ingespiekt hoor. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Ik vond de prijs nog wel meevallen. Het is 50 euro. 49,50 of zo. Super leuk. En dit is de Take the Day Off Makeup Remover. Die vind ik heel chill. Maar ik vind eerlijk gezegd wel dat... die vind ik van andere merken op zich ook chill. Als je zo'n half olie, half lotion doet. Hij is heel fijn. Maar heel veel kliniek spullen vind ik echt onvervangbaar. En die vind ik nog wel vervangbaar. Deze heb ik een keer getest, maar nooit heel vaak gebruikt. Dus misschien moet ik even die oude eerst weer een kans geven. En dan die. Want hij schijnt wel heel chill te zijn. Deze is heel erg fijn. Ik heb hem vanochtend al gebruikt. Volgens mij is deze mascara ook super chill. Lipkleur niet echt iets voor mij. Maar in de Advent Cleaner zat ook al zo'n soort lipstick. En daar kan ik anderen heel blij mee maken. En die blush ben ik heel benieuwd naar. Dus dit zijn niet echt mijn fave producten van Clinique of zo. Maar ik vind van Clinique oprecht alles fijn. Dus ik kan het wel echt allemaal heel goed gebruiken. En wat aanwezigere blush vind ik ook alweer heel erg leuk. Dus ik ben er echt super blij mee. Maar het zijn dus niet mijn... binnenkort krijg ik producten toegestuurd. Dat zijn echt mijn favoriete producten. Dus dan kan ik dat ook even aan jullie laten zien. Die ik echt onvervangbaar vind, zeg maar. Maar hiervan... Ja, ik wil alles met alles gebruiken. In principe behalve de lipstick. Want ik ben gewoon dol op kliniek. Maar deze is wel echt heel fijn. Wat was dat? Ik vind het wel eng. Maar het ziet er super leuk uit. Maar ik ga het niet weggeven, want ik wil het echt zelf gebruiken. Maar het ziet er wel heel leuk uit als je dit, stel dat je dit cadeau krijgt. Vet cute. Ik ga even labels schrijven, dus met adressen. En GTS te kijken en dan aflevering 2 van Judas. Hi.
Bonnie, Inception. De hele dag als ik op mobiel zit, zit hij op mijn mobiel ook. Bo, gaan we nou Judas kijken of GTST? Jongens, de webshop loopt zo lekker. Ik vind het ook zo leuk. Ik heb de leverduur wel aangepast naar... Er staat zeg maar verzonden binnen 2 tot 7 werkdagen. Dat betekent dat het langer dan een week zou kunnen duren. Want dan is het dus 7 werkdagen dat ik het verstuur. Heel vaak had ik echt de dag erna meteen de order verzonden. Maar nu in mijn eentje red ik dat niet meer. Ik moet zeggen, wat ik wel leuk vind aan in mijn eentje het maken. Het was wel echt super leuk tijd met Ruud. Maar is dat ik alle orders zelf maak. En ik vind het dus heel leuk om te zien wat er gekocht wordt. En namen te herkennen en zo. Maar nu staan er dus 37 orders open. Niet normaal. En ik vind het zo leuk. Het is eigenlijk veel te veel voor mij om te doen. Ik moet donderdag echt heel veel orders maken. Maar mensen moeten dus wel wat langer wachten op hun bestelling. Maar het is nu gewoon mega druk. Gaaf, hè? Ik vind het echt zo leuk. Ik vind mijn webshop ook zo goed worden. Zo veelzijdig en mooi en gewoon goed. Ik heb stickers besteld vandaag met het logo. En hele leuke stickers met You Look Lovely Today. Met de suikerspinnen achtergrond en stippen. Voor op de pakketjes. En ik wilde ook verzendzakken laten maken. Maar dat vond ik eigenlijk nog een beetje... Ja, weet je. Het is zonde van het geld. En ik moet natuurlijk ook wel winst maken met mijn webshop. Maar ik vind het vooral gewoon heel erg leuk. Ik vind het zo leuk. Het is wel jammer dat ik zo moe ben. En dat ik ook even rust moet nemen. Maar het liefst zit ik de hele dag orders te maken, echt. Wat nog wel vervelend is dat ik ben natuurlijk best wel een persoonlijke webshop, weet je. Via DM en zo. En ik vraag ook echt om jullie mening. Maar de flarebook ging echt super hard. Dus ik vond het echt lullig voor de mensen die hem niet hadden kunnen kopen. Dus ik heb heel echt contact opgenomen met het bedrijf en zo. Weet je, van kunnen jullie nog voor me achterhouden? Blablabla. Dus het wordt nu opgestuurd. Maar ik heb echt nu op aanvraag best wel veel maat L aangevraagd. Echt best wel veel. Die echt zeiden, ik wil echt die L. Dat was hiervoor al trouwens. En die ben ik toen gaan halen. En daar is er maar eentje van verkocht. Dus dat is soms wel heel erg irritant. En toen gingen al die XS's en S's heel hard. Dat mensen dus zeggen, wil je die voor mij kopen? Dat ik zeg van, ja, ik haal hem echt voor jou. Wil je dat echt? Ik laat ze dan nog niet betalen. Want ik heb ze dan nog niet in handen, weet je. Dus ik wil wel zeker zijn eerst dat ze er zijn. Maar dat mensen dus zeggen dat ze hem willen en vervolgens niet kopen. En die L, die broek valt best wel groot. Dus die L pas je ook met mijn maat, zeg maar. En flarebroeken wordt toch vaker gedragen door meiden met slanke benen. Omdat je benen er dunner in lijken. Dikker in lijken. Dus ik weet dat vaak mensen dat vinden. Ik vind dat zelf ook. Maar dan zit ik straks dus met al die elletjes. En dan is de winst van al die anderen eigenlijk voor niks. Omdat je dus zoveel overhoudt, weet je wel. Dus ik moet eigenlijk stoppen met mensen te vragen. Ik bedoel, ik doe dat echt qua klantvriendelijkheid, zeg maar. Maar ja, het werkt niet echt. Want eigenlijk heb ik nog geen één keer echt ervaren van... Oké, als ik dus op aanvraag maten bestel, kopen mensen het. Eigenlijk bijna nooit kopen mensen het. Ik denk echt 20% misschien koopt het. Ook van, hoi, wil je dit kettingje weer voor me halen? Of hoi, dit is op site voor me willen inkopen? Uiteindelijk wordt het heus wel een keer verkocht. Maar die persoon koopt het vervolgens niet. Dus dat ga ik gewoon eigenlijk niet meer doen. Maar ik vind het wel jammer, want er zijn wel... Ik ga het nog wel doen bij echt mijn vaste klanten, weet je, die ik ken. Zoals Nadine... En Emily. En Angelique. En wie hebben we nog meer? Wie is dat er nou? Echt een hele topper. Nou, dan weet ik even de naam niet meer. Maar ik heb er gewoon een paar die echt heel leuk zijn. Dus dat, maar mensen die ik niet herken, ga ik het gewoon niet meer doen. Want dat is een, ja, ik koop liever gewoon op gevoel in, weet je wel. Ik wist dat die kleine maat heel goed ging. En dan ga je groot heel veel inkopen op aanvraag. Terwijl ik al wist dat die kleine harder gingen. Dus daar moet ik gewoon een beetje mee stoppen. Dus... Oké, doei. Dit is zo schattig. Volgens mij hebben 2 vriendinnen iets besteld. 2 meiden hebben recht na elkaar een roze scrunchie besteld. Ze wonen allebei in Eindhoven. Ze hebben bijna dezelfde postcode. En eentje had me nog gemaild dat ze haar adres verkeerd had. Dus ik denk dat ze best wel jong is. Ik heb nog een mailtje van haar moeder. Dat vind ik zo cute. Scrunchie. Oh. Mijn hart smelt echt dan. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag. Ik merk dat ik niet echt de vlogbehoefte heb, omdat ik gewoon een beetje moe ben. Het gaat echt best wel heel erg goed met me. En ik ben best wel happy en ik doe echt leuke dingen. Maar ik heb even geen vlogbehoefte en ik wil het wel allemaal vertellen, maar ik praat heel veel met vrienden en dan heb ik geen zin om het nog een keer allemaal te vertellen in de vlog of zo. Terwijl ik het jullie wel wil vertellen hoor, maar eventjes zo een beetje moeig en dit vasthouden is al vermoeiend. In ieder geval, het gaat echt super goed. Er zijn ontzettend veel orders. Dat ga ik nu allemaal maken. We hebben super leuke sterrenbeeldkettingjes. Echt elke letter hebben we. Ze zijn echt ontzettend mooi.
Het hele alfabet. Gisteravond heb ik orders gemaakt. We hebben echt... Dit is nieuw. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal al verteld heb. Ik loop ook zo achter mijn vlogs, dus ik weet het even allemaal niet meer. Dit heb ik nu allemaal geprint. Dit heb ik gisteren allemaal gemaakt. Hierachter ligt allemaal kleding van mij die eigenlijk niet in de kast past. Terwijl ik even moet uitzoeken. Ik moet gewoon heel erg veel doen vandaag. Maar ik heb er wel zin in. Niet op de werkplaats. Niet op de werkplaats. Lotte, niet mij afleiden. Niet op de werkplaats, Bolly. Roos is de volgende. Roos. Wat heeft Roos besteld? Een zwarte broek met sterren in maat L. Zwarte broek met sterren in maat L. Die ligt... Waar ligt die? Hier? Nee. Waar ligt de zwarte broek met sterren? Oh, dat is echt veel te vol. Maat S. Bolly. Dan nemen wij een fashion bag. Bolly, zwart is toch wat chiquer dan wit. Bolly, zit met je staart in de koffie, gek? Oh, sukkel. Ja. Ik was net in de fashion bag, net. Een folder. Zo. Vacuüm. Stripje erop. Terugplakken. En die is voor Roos. Hoeft even geen sticker op verder. Hallo. Kijk, dit heeft Juliette besteld. De zwarte sterren in M en de roze rib in M. Nou jongens, even snel een update. Ik kan echt mezelf niet filmen. Ik ben zo moe. Het is al 4 uur. Ik moet echt tempo maken. Ik moet nog iets van 10 orders. Ik had helemaal paniek, want ik was de zwarte broeken kwijt. Maar ze hingen dus daar aan de kapstok. Dus ik werd helemaal gek. Ik heb pakketten opengemaakt om te kijken of ik niet per ongeluk XS als S had verstuurd. Of andersom. En ah, het is echt zoveel. Niet normaal. Zo, meer dan 40 bestellingen. Die tas zit helemaal vol met brievenbuspost en 3 pakketten erbovenop. Dit zijn allemaal traceerbare pakketten. En hier ook nog. Ik ben helemaal op. Ik vond het echt leuk, maar het was net iets te veel. Goedemorgen jongens. Dit is dus eventjes de waarheid. Erg hè? Jullie staan nu op mandarijnen. Gisteren had het dus best wel een goede dag, maar ik weet niet meer of ik het nou allemaal op Insta heb gedeeld of op mijn vlog. Volgens mij het meest op Insta. Ik heb dus al die orders gemaakt. Toen was ik dus helemaal op. Oh, dat heb ik volgens mij wel verteld. Of niet? Geen idee. Eerste week na de vakantie ben ik trouwens altijd moe. Bol, even stoppen. Nee, zo kan ik niet werken. En toen heb ik dus 48 orders verwacht of zo. Daarna heb ik even snel opgeruimd boven. Want als ik aan het werk ben, dan is echt alle sieraden over de grond en zo, zeg maar, in zakjes. Maar dat ik het makkelijker kan vinden en alles. En alle folders en flyers en alles. Bolly. Hi. Wat lief. Nou, toen heb ik wel even gechilled, maar toen dacht ik, oh ja, ik moet mijn weekvlog doen. Dus toen heb ik mijn weekvlog gedaan, dat is ook altijd wel veel werk. Toen moest ik wachten, toen was hij echt op 80% of zo. Toen ging mijn computer in en kwam ik achter. Toen ik keek was het iets van 80 en toen keek ik iets later weer. En toen viel ineens mijn computer uit, was hij aan het updaten zonder te vragen. Heel vervelend. Toen moest ik het weer helemaal opnieuw doen. Dat duurt echt 2 uur, omdat ik altijd wel lange weekvlog heb. Had ik het opnieuw gedaan. Het duurde best wel lang. Toen moest ik naar bed, maar toen dacht ik, ja, hij is bijna klaar. En ik wil echt het heel graag morgen op tijd uploaden. Dus toen moest ik nog een thumbnail maken en zo. Toen, het internet is hier echt, nou, ik denk 5 keer langzamer dan in Weesp. Moet ik ook iets aan gaan doen. Dus het duurde heel lang voordat hij was geüpload. Toen was hij eindelijk geüpload en had ik mijn thumbnail. Had ik hem ingepland. Ik ben al blij. Het was tot 12 uur, dus ik had echt maar 6 uur slapen. En toen zag ik vanochtend dat er een auteursrechtenclaim was. Het liedje van Miley Cyrus. Maar ik had het korter dan 30 seconden. Maar sommige, noem je dat, management of zo, vinden dat dus niet goed. Maar dan kan je dus geen inkomsten verdienen. En dat is zeg maar mijn enige inkomstenbron van YouTube. Omdat ik alleen vlogs plaats eigenlijk.
Dus dat wil ik niet. Ik wil wel gewoon, ik heb ook gewoon reclames in mijn vlogs, weet je wel. Daar kom ik ook voor uit. Anders verdien ik er niks mee. En het is toch echt wel wat een toevoeging aan mijn salaris, zeg maar. Dus nu heb ik hem dus weggehaald. En nu ben ik hem dus en opnieuw aan het doen. Met 10 seconden muziek erin. Dat moet als het goed is wel kunnen. Ik had het er eigenlijk gewoon helemaal uit moeten halen. Vet dom. En ik heb hem op YouTube heb ik geklikt op de audio verwijderen. Dus dan heb je gewoon een stuk zonder muziek. Wat heel erg raar is natuurlijk. Maar dan dacht ik, dan kan ik hem snel online zetten. Maar het is nu al half... Oeh, ik schrok eventjes. Oh, gelukkig. Ik was even bang dat ik moest verslapen. Het is nu 7:30. En hij kwam eigenlijk om 6:00 online. Dus als hij 8:00 niet online komt, vind ik het echt wel een beetje laat. Ik vind dan door de weekse dag, vind ik tot 9:00 eigenlijk te laat. Bully. Dus dat is allemaal wel een beetje jammer. Verder voel ik me natuurlijk gewoon heel erg moe. Ik ben nog steeds gewoon wel blij en alles. Maar ik ben gewoon moederslaaptekort. En denk weer, had ik maar niet dat gedaan, weet je. Op die vlog had ik gewoon niet moeten doen. Dat weet ik ook. Maar goed. Ik wilde jullie niet teleurstellen. En ik heb dan ook iets van, ja, dan heb ik zo mijn best gedaan om online te krijgen. Dan wil ik ook dat die online komt. Zo ben ik echt wel. Vandaag dus werken. Ik heb echt even een goede bak koffie nodig. En na het werk hebben we een borrel. Vorig jaar hadden we dat niet, maar dit jaar dus wel. Van de scholenorganisatie, zeg maar, waar deze school bij zit. En dit jaar wat in mijn les. Wolly is echt een bever. Dat begint om 4:00, die borrel. Dat is in Diemen. En dan ga ik natuurlijk lekker met de auto heen. En daarna ga ik gewoon naar huis. Misschien nog even... Nee, de Action zal dan wel dicht zijn. Ik heb watjes nodig. Maar goed... ja, ik heb gewoon deze trui, maar ik heb voor zekerheid een panty, een rokje en gewoon soorten schoentjes meegenomen voor het geval dat ik iets heb van, nou, ik wil eventjes deze trui aan, maar dan met een rokje. Omdat het wel een soort van nieuwjaar, het is een nieuwjaarsborrel, weet je wel. Maar ja, leraren kennende gaat niemand zich omkleden of iets. Dus ik dacht, ik doe sowieso niet echt mijn glet sterrenhak aan of zo, weet je wel, dat hoeft niet. Maar op zich is het wel leuk. Het is altijd een beetje, als je er niet echt zin in hebt, maar uiteindelijk is het wel leuk. Het is gewoon, al die mensen ken ik niet, behalve mijn eigen collega's natuurlijk. Maar op zich ben ik wel heel erg goed in nieuwe mensen ontmoeten. Vind ik altijd wel leuk. En morgen heb ik met Lynn afgesproken, maar niet zo lang. En zondag hoop ik dat Lot kan, maar ik denk het niet. Want zondag is echt haar dag met Joey. En ook haar dag als ze ook niet vlogt en zo. Echt haar rustdagje. Dus dat zie ik vanzelf wel. Anders wil misschien nog met Susanna. En niet zo heel veel op de planning. Ik wil echt wel elk weekend iets leuks doen. Dat heb ik... Het is een paar maanden sowieso wel. En nu ik dan niet meer met Ruud ben. Natuurlijk al helemaal dat je... Dan ga ik ook niet eventjes naar de supermarkt met z'n tweeën. Of even naar Almere, wat we altijd deden, weet je wel. Want anders heb je helemaal geen uitstapje. Wel iets in je eentje. Ik vind het wel altijd leuk om even sociaal te zijn in het weekend. Maar ik moet ook echt even uitrusten. Maar dat komt gewoon puur door mijn ritme, jongens. Verder gaat het prima. Alleen vannacht werd ik wakker om 6:00. Ik was helemaal nat. Mijn pyjama shirtje was helemaal nat. Echt super nasty. Ik heb ook echt bijna elke keer op de klok gezien. Ik weet niet hoe het kan. Dus dat is niet zo fijn. Maar goed, het gaat verder prima. Ik moet gewoon even veel koffie drinken vandaag. Doet de video het nou al? Kom op alsjeblieft. Waarom duurt het zo lang? Nee. Nog steeds zit hij erin. Oké, dat was even een lang gesprek. Wow, heel lang. Sorry dat het zeg maar dit was. Yeah. Doei. Nou jongens, mijn weekvlog is vandaag gekomen toch wel. Maar sommige reacties zijn zo vervelend, want het blijft maar doorgaan. Die reacties over, je ziet de liefde nog en ik snap het niet. En dan denk ik van, eigenlijk lok jij nu een reactie uit waarin ik ga vertellen waarom ik weg wilde bij Ruben. En uit onze relatie, terwijl ik dat juist heb besloten om daar niet tot in detail te treden. Want ik ga niet Ruben in een zwart slecht daglicht zetten. Ik ga niet alle ins en outs over onze relatie delen, weet je wel. Dus het is voor mij wel moeilijk om daar niet op te reageren. Want ik vind dat onbegrip, dat onbegrip, zo vervelend. En het zijn ook zoveel mensen die het niet snappen. En dan denk ik altijd van, ja, het zijn er dus wel veel die het niet snappen. Maar ja, je snapt het ook niet, want ik heb het ook niet precies verteld. Maar als ik zeg dat ik niet gelukkig ben in deze relatie en dan weg wil, dan kun je natuurlijk zelf allemaal dingen gaan invullen. Maar dan moet je gewoon accepteren dat er heus wel redenen zijn, snap je? Waarom ik niet gelukkig was. En ik wil... ook niet meer gaan verdedigen als ze zeggen van dit speelt al zoveel jaar en ik wilde dit al zo lang. Weet je, dat is allemaal te persoonlijk. Maar weet dat dit niet een impulsief iets is. En ik ben blij dat mijn vrienden en familie het wel weten.
heeft juist heel lang geduurd voordat ik de keuze heb gemaakt. Weet dat dan. Hey, gaat mijn collega. Ik heb niemand mee in de auto. Ik ga nu dus naar een borrel. Ik heb niemand mee in de auto. Vind ik eigenlijk wel lekker. Bijna iedereen heeft een auto. Of heeft wel iemand geregeld. Maar dan hoef ik ook niemand terug te brengen naar school. Dus dat vind ik wel prima. Volgens mij ben ik echt de enige die lonely gaat. Wat ik nog wil zeggen over die comments. Ik weet trouwens niet of het leuk staat hoe ik had weer even zo'n pluk. Dat hoor ik vroeger heel vaak. Ik weet niet. Kijk, het is ook logisch dat mensen het niet snappen. Dat is ook helemaal logisch. Maar mensen dus zeggen, ik snap het niet, het klopt niet, dit en dat. Dat is raar, want inderdaad, je snapt het niet omdat je niet alles weet. Wat logisch is, want ik ga natuurlijk niet alles vertellen. Wow, ik heb hoofdpijn. Juist omdat ik zoveel deel, snap ik wel dat mensen denken, ik snap het niet. Maar dat komt dus omdat ik... Ik moet even mijn nagels aan het lakken. Ik vind het leuk als ik wel een boel heb, dat ik mijn nagels even gelakt heb. Ik deel echt, ik had er ook met Lot over, ontzettend veel. Maar ik ga niet de ins en outs delen over waarom ik weg wil bij Ruben. Niet omdat ik dat niet wil delen, maar omdat dat niet over mij gaat. Dat gaat over punten die ik niet leuk vind aan een ander. Die in deze relatie tot uiting kwamen, maar misschien verder bij hem helemaal niet. Of bij mij. Als we nu even... Ik ben natuurlijk ook niet perfect, maar als we nu spreken over de redenen waarom ik weg wilde, zeg maar. Dus ik ga dat soort punten niet over iemand delen. Als dat alleen in deze relatie tot uiting kwam, dat gaat verder dan natuurlijk niemand wat aan. Maar ik heb genoeg redenen. En of misschien wil ik wel al jaren weg, misschien wil ik maanden weg, misschien wil ik pas een maand weg. Who knows, weet je wel. Dat is allemaal gewoon te veel persoonlijke informatie. Maar het is zeg maar echt een... het zijn goede redenen en... Iedereen die de redenen wel kent, snapt het zeg maar compleet. En daarbij kan ik wel vertellen dat ik ontzettend vaak heb getwijfeld over deze beslissing. En dat ik nu ik hem heb genomen, ik dus minder twijfel nog erover dan ik had verwacht. Ik dacht dat ik nog wel best lang die twijfel zou houden. Dan heb ik de goede keuze gemaakt. Maar ik zou zeg maar nu al, na 2 weken, wat is het? Helemaal achter mijn beslissing. Ik voel me nu al beter dan wat ik me voelde. Dus dat... Dan zeg ik nog vrij veel nu eigenlijk. Maar ik ben gewoon... Ik vind het echt niet erg om daarover persoonlijk over te zijn. Het gaat gewoon best wel heel erg goed met me. Maar er zijn een soort van mensen die dan een soort van... Denken dat ze Ruben moeten verdedigen. Maar Ruben weet ook dat het nu goed met me gaat. En ja, het klopt dat hij het er... Mensen zeggen Ruben heeft er moeilijker mee. Nee, maar het was wel inderdaad mijn beslissing. Dat betekent niet dat het moeilijker is. Op dit moment merk ik gewoon dat de beslissing de goede keuze is geweest. Dus is het voor mij nu makkelijker aan het worden. Omdat ik laatst was met mijn broertje aan het praten, met Lotte aan het praten, met Linda, met mijn ouders. En mensen zeggen ook van jeetje, je praat er nu al zo volwassen, rustig en reflectief over. Dat je gewoon precies weet waarom je dit hebt gedaan. Want als jullie dat zouden horen, zouden jullie mijn keuze zeg maar echt helemaal begrijpen. Daar is een collega. Maar dat ga ik dus niet vertellen. Dus verder hebben Ruben en ik gewoon nog contact en is er niks aan de hand. Dus doei. Oh, dit moet ik nog zo erg leren. Dit vergeet ik dus altijd. Daarom gaan collega's dus altijd samen ergens naartoe. Het is er vet druk en dan kom ik als enige in mijn eentje aangelopen. En dan kan ik allemaal collega's niet vinden. En dat is zo awkward. Hallo jongens. Het was echt heel gezellig. Ik ga echt stuk om bepaalde collega's. Echt wel heel leuk. Ik vind het wel leuk dat ik steeds wat mijn team beter leer kennen. En wat closer wordt met mijn team. Ik had het echt heel gezellig. En er waren echt hele lekkere hapjes. Tonijn sashimi en garnaaltjes. En wraps met geitenkaasjes. Zeg maar van die tapas hapjes. Echt super lekker. Dus ik hoef ook niet meer avond te eten. Het is nu 6:10. Ik twijfel nog even of ik naar de Action ga of niet. Maar ik ben morgen ook in Diemen trouwens. Ik denk dat ik dan morgen ga. Yes. Oké, doei. Ik heb echt weer een uur in de auto gezeten op de parkeerplaats ofzo. Ik ben zo sukkel. Ik ben al gewoon te moe. Dan ga ik gewoon YouTube-video's kijken. Arme body zit helemaal donker. Nou kijk, het enige wat hij heeft is dit. Het is hier dus wel echt heel gezellig buiten. Dus hij heeft wel iets van licht. Maar nu zit hij hier dus. Hey. En heeft hij altijd eventjes 3 minuutjes of zo nodig om een beetje wakker te worden. En te beseffen wat er gaande is. En dan gaat hij de hele avond los. Er was dus een kerstbomenverbranding. Ik dacht, het is er aan de hand. Er was geen parkeerplek. Ik zie er eindelijk weer een beetje normaal uit. Mijn kop. Ik ben dus
Sinds 3 dagen ben ik met Linda bezig met mijn fitnesspel bij te houden. En dan hebben we ingevoerd dat we 1560 calorieën per dag mogen. En dat is zoveel haalbaarder dan Weight Watchers, niet normaal. Weight Watchers, de eerste week helemaal leuk. Maar het kwam er weer, zodra ik stopte met het ei eten, kwam het er weer aan. Plus van het ei eten ben ik echt 2 kilo afgevallen. En daarna niks meer. Echt een ramp. Dus dit werkt nu heel fijn. En dit is ook gewoon, eet gewoon normaal. Ik eet ook gewoon normaal. Ik eet havermout, ik eet roggebrood en ik eet normaal avondeten. Gewoon zoals een normaal mens eet en dan geen snacks. En wat fruit. En het fruit is niet 0 punten, weet je. Het is gewoon weinig calorieën. 50, 100. Maar dat is, als je 1500 calorieën mag, dan is dat gewoon prima. Ik had dus me niet omgekleed, maar ik had een rokje aan gaan werken. Ik dacht, daar die borrel is het wel leuk om even mijn rok uit en een rokje aan. Dan voel je toch weer even net wat anders. Hallo bolletje. Make-up terug. Wordt het al tijd om de kooi open te doen, schatje? Ben je er klaar voor? Ik heb net de vlog gekeken van Lotte. Lotte had dus eventjes tijdelijk dagvlogs gedaan. Om te proberen. Maar nu gaat ze weer weekvlogs doen. Hé, hey, mooie schat. Oh, wat vind ik het fijn om thuis... Oh, je bent te licht. Nou, het kan wel. Soms is hij te licht en dan moet hij eten. En dan ga ik hem op zijn bakje zetten en dan gaat hij eten. Kleine boel met wol. Liefst, ik vind het zo fijn dat ik er weer ben. Lekker met jou, met mijn lieve bol. Mijn collega's gingen me een soort van uitlachen over hoe grijs mijn haar. Want we hadden het over leeftijd. Maar ik zie er echt uit als de oudste met dit haar. Dit moet morgen echt naar het oudpapier. Morgen ga ik dus met Lin, maar niet zo lang. Nu ga ik de hele avond gewoon chillen. Lekker chillen. Deze ketting is trouwens nieuw. Hij is wat prijziger. Maar hij is heel erg leuk. Hij zit nu even gedraaid. Maar hij is echt super mooi. Oh ja, er is dus een soort van... er is kerstboomverbranding in Muiden. Maar ik liep er even heen. Tegenwoordig wil ik niet lui zijn en gewoon overal heen lopen. Dat is goed voor me. Dat was ook echt niet ver. Maar dit was echt te koud. Ik ga hier zitten. Voice kijken. Waarschijnlijk weer met Lotte memo over de voice. Maar zij memoet altijd te veel analyses. En daar heb ik nooit zin in. Maar ik vind het wel gezellig. Zij gaat iedereen analyseren. En ik ben echt van ja. Ik zit gewoon half op mijn telefoon. Lotte is vet fanatiek. Ja jongens. Ik heb vet veel reacties gekregen over dat het de mist is die ik bedoelde. Maar ik weet dat ik ongeveer een half jaar geleden dat ook dacht. Was er een serie. Een nieuwe serie op Netflix. Die gebaseerd was op een film of zo. Die heette The Mist. Toen keek ik die. Toen vond ik hem echt stom. Maar dat is volgens mij deze. Dat ging over... Ja. Oh. Jawel, dit is hem wel. Dit is hem. Wat is dit dan? Kijk, dit is een soort vanzelfde. Maar dit is dus die serie. En die vond ik dus niet leuk. Zie je, daar heb ik 1 aflevering van gekeken. Dat is een soort van een verbeterde versie volgens mij. Want dit komt uit 2007. Ja, dit is hem. Maar het is een hele slechte kwaliteit. Dit is de film die ik zo leuk vind. Maar ik moet die denk ik niet om 12 uur 's nachts gaan kijken. Maar dat is een film die mij altijd bijgebleven is. Omdat ik hem zo gaaf vond. Jongens, ik heb nu trouwens voor jullie een kortingscode van Decenio. Die had ik eerst dus niet. Maar mijn eigen code staat in de beschrijving. Charlotte's laatstreepje B geloof ik. Krijg je 25% korting op alles van Decenio. Met uitzondering van de handpicked en collaborations. En de lijsten. En ik heb dus deze nu hier echt super mooi hangen. Maar ik ben nu dus ontzettend blij mee. En ik hoorde dat jullie ze ook heel leuk vonden. Dus ik hoop dat jullie wat aan die code hebben. Goedemorgen jongens. Ik heb nu dus mijn weegschaal van Comois even beneden gezet. Dat ik even gewoon precies weet wat ik heb opgeschept. Zeg maar, voor noem je. Kijk, ik stuur het naar Lin. Ik deed dan 200 gram. Nee, niet 200 gram. Ofwel, ja, 200 gram Alpro soja naturel. 50 iets meer gram Albrand Plus. Die saaie, die lijkt op konijnenvoer. Ik heb het al 10 jaar niet gegeten. En 50 gram blauwe bessen. Dat heb ik dan eens ingevoerd in mijn fitnesspel. En dat is dan 281 calorieën bij elkaar. Ik denk dat het wel vult. Dus dit. En nu ga ik me opmaken. Okito. Even een pakketje nog op de bus gedaan. Daar rijd ik gewoon langs. Dat is zo chill. Die hoorde nog bij de vorige orders eigenlijk. Maar zij had haar huisnummer niet gegeven. Was dat het volgens mij? Dus daardoor kon ik haar pakketje nog niet wegbrengen. Toen om 5 uur ging ik ze wegbrengen. En om 5:30 stuurde ze pas haar adres of zo.
En vuilniszak weggebracht. Vind ik ook vet lekker. Ik haal het als hier volle vuilniszak uit. Ik weet niet of ik haar voor moest laten. Let's kijken zo raar. Nu ga ik eens naar Lynn. Ik heb er zin in. Het is echt super slecht weer. Echt heel slecht. Dus ik hoop maar dat het een beetje gaat lukken met leuke foto's. Maar we zullen het zien. Ik heb vandaag dit blouse van Chiquelle aan. Maar eigenlijk is hij wel echt heel groot. En net een beetje bloot. Op mijn werk had ik het aan, maar dan had ik er een rokje onder en had ik hem open met een hemdje. Maar ik dacht, voor nu het weekend kan het wel, maar het is wel heel wijd. Maakt het een beetje dik misschien. Oh, ik vind het wel leuk. Maar het is wel heel groot. Maar zie je dat, ja, het groot is? Ja, te groot voor jou. Ja, wel te groot. Kijk maar, het is echt veel. Je bent echt wel een maatje kleiner. Hij is heel groot. Maar zijn riempje vind ik niet mooi. Jammer dat je altijd te groot aan doet. Alleen heb ik nu de broek aan. Hij is echt vet mooi. En je ziet, bij het daglicht is het mooier. Oké, jongens, dit is dus de zwarte velvet broek die we al in het roze hebben, maar die gaan we zo ook nog op de foto zetten. We zijn nu dus bezig met deze broek. Hele mooie, goede kwaliteit. En daarvan hebben we dus ook een jurk en een blouse. En ik heb nu die blouse in het zwart aan. Die had ik jullie al een keer laten zien, maar die woont nog steeds op de site. Deze trui is er al in het zwart en het wit en die hebben we ook nog in het bruin. En deze staat ook al op de site. En dit is mijn zoetzoet koffer met accessoires en zo. Dit is het verste weg dat ik Lynn mag filmen. Ze gaat nu een trui aan doen. Jongens, dit is toch echt... We zijn zo verliefd. Linda is ook zo verliefd op deze broek. Kijk hoe mooi het staat. En zij is dus maar 1,60 en met een hak staat hij echt perfect. En hij is zo flatteus, zeg maar, voor een flare jean. Wow, chance. Kijk, mooi. Mag ik van achter als je loopt? Ja. Kijk hoe mooi. Jongens, dit is de jurk die we nu gaan shooten. Hij is alleen in S, M, of in X, S, S en M. Maar ik pas de M dus ook. Ik dacht, laat jullie even zien. Maar ik zou dus niet dragen vanwege mijn buik. Maar hij is dus wel echt stretchy genoeg om dus ook met mijn maat dit te passen. Het is echt een hele mooie jurk. Hallo jongens. Ik werd dus helemaal gek van mijn dode haar. En mensen zeiden er wat over en werd gewoon helemaal gestoord. Dus ik ging met Lynn allemaal kappers bellen toen ik bij Lynn was. Alles was bezet. En toen ging ik naar de zonnemak in Lima, want Lynn die had een afspraak, die moest weg. En toen dacht ik daar een kapper. En toen dacht ik, ik vraag of ze tijd hebben. En ik dacht van niet, want niemand had tijd. En toen zeiden ze ja. En deze meid heeft mijn haar zo mooi gedaan. Maar het zit naast Zonne Studio Wees. Ik ga je even noemen in mijn vlog, maar ik weet de naam even niet. Ik zei dus dat ik het niet te kort wilde. Het is wel korter uiteindelijk dan ik het wilde. Nou, eigenlijk is het precies wat ik wilde. Ik zei zeg maar op, ja, tepelhoogte. Maar ik vertelde van mijn YouTube kanaal en alles. En ze ging dus mijn haar feunen. En toen ging ze het helemaal met een borstel, een soort van krullen en een soort slag erin. Want ik zei tegen haar dat ik dacht dat het mij niet stond. En zij was ze bezig, zei ik, doe je dit bij iedereen? Zei ze wel bij nieuwe modellen. Ik zei, ik zie echt dat je gepassioneerd bent. Want ze ging zeg maar, ze wil dan echt, want ik denk dat het me niet staat, wil zijn, maar echt bewijzen dat het me wel staat. Vet grappig. En het is helemaal niet gekleurd of iets, maar bijna al het grijs is er nu gewoon uit. Heel blij, hè jongens? Echt leuk. Veel frisser. Jongens, ik ben zo blij. Ik had het zo erg nodig. Vers haar. Het is niet normaal. Hoe lelijk ik me aangevoelde, vooral de afgelopen anderhalve maand, door mijn haar. Ik ben er zo blij mee te doen. De staart is best wel kort, maar ik vind het wel cute. Het is gewoon wat volwassener. Niet dat ik ouder lijk of zo, maar gewoon volwassener. Zonnebankje geweest, heerlijk. Voel me weer helemaal lekker. Nu moet ik nog het sporten gaan oppakken. Maar ja, goed bezig met eten, dus ik voel me weer helemaal beter. Dus dat is super fijn. Zo grappig als je bij de kapper bent geweest, dat je echt voelt dat je geen haar meer hebt. Het voelt echt zo kort, niet normaal. Ik ben nu helemaal rood van zonbank. Maar het is wel leuk, want het is er al trouwens nu al best wel uit wat ze heeft gedaan. Maar het blijft er wel lichtelijk in, zeg maar. Maar het is lekker, want eigenlijk is het stijl. Maar doordat het gefeund is, is het niet heel stijl. En een krulletje aan de onderkant. Maar ik kan dus alsnog gewoon, zoals zij het deed, kan ik zeg maar hier het zo leuk achter mijn oor doen. En dat het hier zo gekruld viel. Dat vind ik altijd echt heel leuk. Het is echt wel wennen hoor. Ik vind het echt heel kort. Maar ik vind het echt wel wat volwassener of zo. En nu, dit zoals het nu zit, vind ik het zo uitgezakt niet helemaal leuk. Het is wel weinig voor nu, maar ik weet niet hoe ik het moet gaan dragen. Nou, ze had het gewoon een beetje zo. Het is echt heel anders, jongens. Maar het is in ieder geval lekker fresh, gewoon. Jongens, wie heeft dit ook gezien? Het is hilarisch dat je echt denkt, oké, het is goed, maar is het echt goed? En dan ineens gaat die jongen, gewoon best wel een grappige jongen, gaat ineens helemaal los. Hilarisch. Superleuk. Best wel jonge meisjes ook. Hi, jongens. Ik ben weer moe.
Ik heb gechilled en toen rond 10:30 dacht ik vast even mijn weekvlog editen. Want ik loop nu dus weer een week te lang achter. Dus ik dacht, die kan ik dan morgenochtend, zondagochtend online zetten. Of, maar nu ben ik nog niet klaar. Ik dacht, nee, hij hoeft niet, Charlotte. Je gaat gewoon slapen. Dus morgenavond als ik terugkom van Lotte ga ik dan lekker verder editen. En dan zet ik hem maandagochtend online. En dan kan ik hopelijk donderdagochtend weer de goede weekvlog van die bij die week hoort doen. En dan loop ik weer goed. Ik wil altijd wachten op een weekvlog. In ieder geval 10.000 views heeft gehaald. Want ik weet dat hij meestal wel door 10.000 mensen bekeken wordt. Ik vind het zonde om dan bijvoorbeeld 2 achter elkaar te plaatsen als het nog niet door veel bekeken is. Want ik weet van mezelf ook dat ik dan denk, oh, ik heb geen tijd voor alle 2, dus ik kijk er maar 1. Maar echt deze vlog die nu online is gekomen had echt in 1 dag 14.000 of zo. Niet normaal. Dus nu kan er al wel weer die andere online. Ik ga nu slapen. Het is lekker nog niet eens 11:45. Dat is voor mij echt goed voor op een weekenddagje. En dan ga ik morgen rond 12 richting Lot. Ik wil lekker met je fit zijn, dus. Ik ga die kleine daar pakken. Die erboven zit. En dan ga ik lekker slapen. Doei jongens. Het was trouwens echt een chille dag. Heel veel kunnen doen wat ik wilde. Ik ben nu alleen echt heel... Kom schat. Ik ga even knuffelen en dan gaan we in de kooi. Bol. Oh, trouwens, ik wou dat aan jullie net voor jullie filmen, maar mijn camera lag er niet. Ik was aan het editen. En het was de eerste vlog waar hij echt in zat. En hij werd helemaal dol. Eerst snapte hij niet, ging hij terugpraten. En daarna herkende hij volgens mij van, oh, dat is haar stem en dat is mijn geluidje. Werd hij helemaal een soort van leuk, agressief, helemaal dik, zo helemaal bol. Ging hij helemaal spelen en knuffelen. En toen kwam een vuurwerk vanuit het nieuw en toen vloog hij weg. Schatje. En lieve schat, doei. Zeg maar doei. Doei. Goedemorgen jongens. Nu zie je het dus niet, maar mijn haar is helemaal verknipt. Ik ben dat zo iemand, als ik het al verteld heb, kan ik het niet nog een keer vertellen. Dus ik vertel het misschien straks wel even. Ik heb er al met Lynn over gehad gisteravond en net met Lotte. Ik moest echt huilen. Nu zie je het niet, want ik heb nu echt alles in heb gedaan dat je het niet ziet. Helemaal platgesteld, maar zo lijkt het gewoon leuk. Dus gelukkig is er wel een optie. Maar als jullie zien hoe het eruit ziet als ik er niks mee heb gedaan. Het is heel erg. Gisteren leek het dus mooi omdat zij heeft dus heel erg de best gedaan om het mooi te maken. Omdat het er niet uitziet anders. En daar kwam ze denk ik zelf ook achter na het knippen. Ze heeft allemaal laag in haar geknipt. En dat staat totaal niet bij mijn gezicht. Dat zei ik ook. Maar goed. Het is nu heel vaag. Het is heel duidelijk. Maar het is nu heel vaag omdat ik het jullie nu niet duidelijk vertel. Maar als ik zo elke dag, is prima. Maar ik ga nu niet elke dag een headband dragen. Ik ga even door met mijn make-up. Ik leg het straks wel even nog een keer uit. Dat is een soort van een stoornis bij mij. Ik kan iets niet nog een keer vertellen als ik het dus al heel uitgebreid verteld heb. Heel raar. Had ik ook vroeger, dan kwam ik uit school. En dan vertelde ik aan mijn moeder hoe het was. En dan vroeg mijn vader het daarna. En dan zei ik, vraag maar mama. Dat was niet omdat ik het niet wilde vertellen. Maar dan lukt me dan niet of zo. Heel raar, hè? Heeft iemand dat? Ik denk het niet. Ik was ook nog ongesteld geworden en ik heb heel slecht geslapen. En gisteren was mijn raam stuk boven. Dus toen moest ik met mijn raam open slapen. Dus dan heb ik echt een uur, want daar word ik echt ziek van. Ik krijg echt keelpijn. Dan heb ik geprobeerd om het te fixen. Het lukte maar niet, toen werd ik nog gekker. En toen liep ik naar het raam en dacht, nu ga je dicht. En toen deed ik hem keihard dicht en toen ging hij dus wel. Het is zo'n keeperraam. Al filmpjes opgezocht, dat je op knopjes moest drukken en zo. Maar die knopjes zaten er bij mij niet. In ieder geval, ik ga zorgen dat mijn make-up er goed uitziet. En dan dat mijn haar er zo wel leuk uitziet. En dan ga ik niet balen van mijn kapsel vandaag. Want zo zie je het niet. Oké, dag. Oké, ik heb mijn haar weer zoals ik het vroeger droeg. Het lijkt nu best wel heel erg leuk. Ik vind het wel heel leuk met deze scruncher. Maar mijn hoofd lijkt wel dikker als ik mijn haar zo draag. Op beeld lijkt het nu niet zo trouwens. Maar dit soort dingen zie je erger, vind ik altijd. Je moet of hier juist de pluk hebben hangen. Of het helemaal naar achter doen. Snap ik bedoel? Dus het maakt wel echt boller. Maar ja, ik vind het wel cute. Ik moet nu... gaan naar Lottie. Okido, ik ben bij Lotten. Ik had nu een andere route genomen die 2 minuten langer rijden is. Zie je, nadat ik na een autorijs al glim. Want ik vond die route vorige keer zo irritant. Je moest zeg maar iets van een kwartier trajectcontrole. Ja, even mijn muiden uit, maar dan op de weg. Even een stukje en dan een kwartier trajectcontrole. En dan alle andere tijd 80 kilometer soort van langs water rijden. Zo weet je wel, zo'n 80 kilometer weg. En door Woerden heen best wel lang. En dat vind ik zo irritant. Dus nu had ik weer trajectcontrole, maar in plaats van bij Kokengen of zo eraf te gaan, waar dan die 80 kilometer deed begon, ben ik op de snelweg gebleven richting Utrecht.
Het was ook nog een tijdje trajectcontrole en iets van 5 minuten 130 kilometer. Het was wel kort, maar toch even lekkerder. En toen hoefde ik nog maar 5 minuten door Woerden, weet je wel. Dus ik denk dat ik, die is maar 2 minuten langer, dat ik die route wel chiller vind. Die vorige route viel ik gewoon echt in slaap. Ja, dit is eigenlijk net zo saai, maar die 80 kilometer vind ik zo vervelend. Zo'n smal weggetje en dan kan je nooit iemand inhalen, weet je wel. Ik wil gewoon kunnen inhalen, dus. Nu ga ik naar Lottie. Hij filmt al. Is hij al aan? Okay. Oh, die stoppen ze. Nee hoor. Zo raar, altijd als ik krijg je dit, toch? Ja, altijd bij iedereen. Behalve bij Joey en mij, dan is het altijd gewoon een beetje normaal. Straks worden ze over een paar minuten hersenwinnen. Ja, als je ze gewoon even aandacht hebt gegeven, dan is het gewoon klaar. Ga maar elkaar lukken. Ik kan je niet eens aaien, vriend. Liel zachtjes. Kom eens hier. Oh, ik had het echt willen filmen. Lotte ging allemaal trucjes doen dat ze eten kregen. Kijk dit nou. Ja, Bolly. Oh, het is nu wat minder. Ik heb mijn sloppen aan, hè. Dat is zo schattig. Lief. Doe eens een trucje. Wat voor trucje? Weet ik niet. De handstand. Nee, met Bolly en Lilo. Ze willen je sloffen. Bolly. Dat kan nu niet. Ruben had het zo geweldig gevonden. Ja, neem maar mee een keer. Misschien over een jaar. Kom maar jongens, we gaan weer lekker naar binnen. Zo. Je bent hier ook gewoon een jufje eigenlijk hoor. Hey, zit. Kijk naar het hoe zit niet, hè. Comfort. Goed zo, Bolly. Ja, Bolly luistert heel goed. Hi, Bolly. Bolly, zit. Zit, zit, zit. Oh, goed zo. Ik krijg geen snoepje. Oh, ik vind Bolly wel echt heel leuk. Jij vindt Bolly leuk, hè? Ja. Bolly, vindt iedereen dat? Nou, nee, eigenlijk niet. Vind jij ook iedereen heel leuk? Iedereen zegt eigenlijk nooit wat erover. Oh, het hoort ook. Dat is een rare zin. Maar Lilo is wel zachter. Maar Lilo die zoekt gewoon nog minder aandacht. Ja. Ik hou gewoon van zijn persoonlijkheid. Dat vind ik in de klas ook heel leuk. Hè? Ik vind die tandjes zo leuk van hem. Hoi schat. Kijk, dan zie je die twee tandjes. Ja, zo. Kijk hoe trots ze is op haar kindjes. Ja. Meestal komt mooi voor. Wat was het? Ja, paar. Ze had ook op de eerste plaats een paar producten die zij heeft. Maar ook deze blush. Is dat wat? Het is wel heel roze. Ja, ik hou niet zo van roze blush. Doe jij rood? Nee, koraal. Oh ja. Of verf ik maar meestal koraal. Kijk, hier glimt het nu. Dat vind ik zo lelijk. Lot zit in de styling. Ze doet vandaag haar eigen styling een beetje. Nee, samen. Hi jongens, het is het somber weer, hè? Ja, echt. Lilo, niet stiekem wat verder gaan de hele tijd. Oh, hij is ingezoomd. Jongens, deze poes volgt ons. Arme Lotje moet helemaal in de kou. Als hij in de valt, dan ben ik echt... Moet je gaan lachen? Oh. Nee, deze bedoel ik, hè? Oh, ja, de kat. Nee. Poesje. Hoi. Hij is lief, hè? Zeker. Jij matcht ook maar met de huisjes. Ja, die hoort hier gewoon thuis. Dit is Lotte. Oh, dat was vlog. Ja. Oh shit. Heel leuk. Even ketting goed doen. Mooi stofje. Toch? Ja. Oké, we gaan nu shooten met de kitten. Ja, jongens, wacht. Kom eens in het daglicht, Lot. Heel mooi. Oh, die billen. Oh, hoe krijgen we nou daglicht? Zo mooi. Ik vind hem qua lengte. Het is dus een broek die best wel lang valt. Maar hoe hoog zijn je hakken laten zien? Ja, niet zo heel hoog. Nee, gewoon een net hakje. Ja. Voor ons doen is dat wel hoog al. Ja, ik denk 10 centimeter of zo. 10? Denk het nee. Wel. Nee joh. 5. Ja, dag. Dat is echt niet 5 centimeter hoor. Maar Lotte is... Meter. Kijk dan. Hoe seks... Nou, sorry hoor schat. Maar dit staat ontzettend mooi. Ja, ik weet niet. Ik nul rimpels. Gezien, hij... Oh, heb je niet gekeken? Nee, nog niet. 8. 7. Ik kan het niet zien zo. Zijn hier, zie je? 9,5. Nee. Ik zweer. Dan waren die van Linda echt hoger hoor. Ja, dat denk ik. Oké, Lotte is dus eigenlijk nu 1,80. Ja. Ik
qua broek. Dus hij is echt geschikt voor langere mensen. Dat is een feit. En het is de M. Dus Linda had ook een XS aan. Dus die was weer korter. Wow, ga nu naar de spiegel alsjeblieft. Jeetje, wat staat dit mooi. Hij is helemaal... Oh, hij zit zeg maar als een tweede huis om je heen. Als je zo dat bedoelt. Het is zo mooi. Is mooier dan die andere roze. Veel mooier vind ik dit. Ja, zie je het? Hij zit niet goed. Zo mooi. Oh my god. Hier voel je echt wel lekker in hoor. Dat kan niet anders. Zo mooi. Ja, hij zit wel echt mooi. Dit vind ik echt vind precies hoe die moest andere. Vallen. Ik zei het toch? Ja. Zie je? Denk al. Kan je dat dan niet vinden? Het voelt zich lekker hoor. Nou, dit worden goede foto's jongens. Is hij al uit of niet? Nee. Oh. Kijk jongens, hoe mooi die broek staat. Is niet normaal. Ook gewoon, al beweeg je nog zoveel, je krijgt bijna geen plooien erin. Dat vind ik zo mooi. Daarom merk je wel echt kwaliteitsverschil. Oh, dit is cute. Ja? Wij gaan nu een kopje thee drinken. Ik heb jou heel weinig. In mijn vlog die online gaat komen, zei ik ook. Hadden we heel veel gefilmd. Volgende shot is, we hebben helemaal niks gefilmd hè, voor de vlog. Echt? Ja. Volgens mij heb je nu ook al wel mijn gefilmd. Die vlog gaat heel, ga je heel leuk vinden om terug te zien. Wanneer komt hij een keer? Ik denk morgen. Oh, yes. Ik had echt eergisteren nog een video, hè? Ja, weet ik. Maar ik dacht met jou erin. Moet je heel veel gaan inhalen of zo. Ja, maar als ik nu die morgen doe, dan ben ik weer bij. Dan doe ik donderdag weer de goeie. Dat is beter. Ik zou dat wel doen. Wij gaan even hier nog een theetje drinken. En dan, Joey eet niet thuis, dus dan gaan wij lekker een soort van lunchavond eten. Is daar ook een woord voor? Je hebt wel brunch. Ja. Hi, schat. Ik weet niet hoe het dan heet. Nee, het was geen... Groene. Okay. Heeft u dat? Ja, heel veel. Ik drink alleen maar groen. Wil je groen met framboos? Oh, ja, lekker. Ja? Oh, die clipper. Die is heel lekker, hè? Ken die is deze? Duur. Met mint en framboos. Die wil ik. Ja? Lekker. Ik hou van dure thee. Ja, het vond echt van alles duur. Oh, jongens, jullie zijn nu weer helemaal rustig en lief. Lot en ik zijn eigenlijk spontaan uit eten gegaan. Hier zitten we, allebei op de bank. Oh, het is vet donker. En we hebben nu samen een bruschetta als voorgerechtje. Kijk, wel lekker. We hebben ook nog dit. En het zijn gewoon echt van die pizzabolletjes. Dat doet me denken aan vroeger op kamp. Als je dan van die broodjes boven een kampvuur ging maken. Deed dat? Oh ja, ja. Ja, precies zo. Super lekker. Hier is Lotje. Lotten. Hallo, jongens. We zijn aan het eten. Kijk, jongens. Ik ben weer thuis. Ik heb een pakketje gekregen, maar het is een soort mini-advent. Oh, het is ook een adventskalender. Wat leuk. Maar dan voor Pasen. Hij weegt echt helemaal niks. Er zit best wel veel in, maar het zijn echt minis dan, denk ik. Ik heb er ongeveer open gezet, maar dit zit erin. Wat een chic ei. Even body kussen. 14 kalender, 14 dagen tot Pasen. Leuk. Ik ga ze gewoon even allemaal openmaken. Oh boy, je bent zo lief. Je ruikt zo lekker. Wil je wat paasijs spelen? Kijk, Bob. Dan kunnen we dus vakjes openmaken. Bobby vond het ook te leuk. Kijk. Kijk. Dat is echt mini. Of zijn het allemaal... Nee. Dit zijn de... Die ampullen, denk ik. Oh, dat is wel echt... Of moet je dan elke dag het ook gebruiken misschien? Dat zou wel grappig zijn. Ja. Oh, er zitten 14 zeer werkzame ampoulconcentraat in. Wow, het is echt een kuur van 2 weken. Tijdens de eerste dagen hydrateren de ampullen op intensieve wijze. Dan wordt het afgesloten met exclusieve Grand Cru rozenampullen met hierin exclusieve rozenextracten. Leuk! Oké, ik ga dit gewoon niet voor Pasen dan doen, maar ik ga dit dan nu doen. Dus ik ga vanavond mijn eerste nemen, dan neem ik gewoon, ik denk dat ik het 's avonds doe. Hé, ik zie hier al de volgende doorheen steken. Of niet? Oh nee. Dan begin ik er gewoon nu van mee, want anders zien jullie het ook veel te laat. Dat vind ik leuk. Dus straks na het douchen ga ik deze doen. Ik ga mijn haar wassen, want hopelijk zit het dan wat beter. Bol, vanavond doen we deze op ons gezicht. Bol? Massage. Nee? Oké, doei schat. Hey jongens, ik ga de weekvlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je duimpje omhoog doet. En tot de volgende weekvlog.